Aesopus, de fabel over een vader en zijn dochters. Egon tis duo tugateras, etc. etc. Ik begin deze zin gewoon van voren af aan, want ik kan dan heel prima de zin oplossen. Ik begin met egon dan ook. Egon is van het werkwoord ego het participium. Egon dus. Dat is de nominativus enkelvoud. En dat betekent dat het participium egon, het is presens, dus betekent letterlijk hebbend, dat dat iets zegt over het onderwerp. Het onderwerp staat gelukkig achter egon aan, namelijk tis, iemand. Dus iemand hebbende. In normaal Nederlands, iemand die had. Wat had hij dan? Duo tugateras, twee dochters. Dus iemand die twee dochters had. En dan staat er hier ten men en ten de. Ten, dat zijn twee lidwoorden vrouwelijk. En dat betekent, het gaat over twee dochters. En als je nou eerst over de een iets wilt zeggen en dan over de andere, dan zeg je he men, he de. En in dit geval in de accusatiefus, blijkbaar zijn ze het leidend voorwerp in de zin. Ten men, ten de. In goed Nederlands dus te vertalen met de een, de ander. Dus iemand die twee dochters had, ex edoke, dat is een aoristus van ek didomi, betekent weggeven, gaf de een weg en die gaf hij aan keporoi, aan een groente, hoe noem je dat, aan een tuinder, en hij gaf hem pros gamon, letterlijk richting het huwelijk. Dus iemand die twee dochters had, huwelijkte uit, want dat betekent ek didomi pros gamon bij elkaar, huwelijkte uit de een aan een tuinder, ten de heteran, de ander, heteran congruent natuurlijk met ten, aan wie dan? Nou, keramij, aan een pottenbakker. Dat was zin 1. Chronou de proeltontos. Chronou is de genitivus van het woord chronos. Dan komt de proeltontos en wat blijkt? Proergomai, dat betekent verlopen. En proelton, deze vorm dus, elton. Ik ga trouwens mijn streepje ietsje dikker zetten, want dit is wel heel erg dun. Ja, gedaan. Is dan weer erg dik misschien. Wacht even, sorry hoor. Dat jullie mee zitten te genieten. Elton dus. Kijk, dat ziet er veel beter uit. Elton is de thematische aoristus van het werkwoord ergomai. En de stam daarvan is elt. Dus eltontos, dat is blijkbaar een thematische aoristusvorm van pro-ergomai verlopen. Nou, die uitgang ontos, dat is de uitgang van de genitivus van het participium. Dus we hebben hier een participium in de genitivus in de aoristus, voortijdig dus. En chrono. Tijd, ook in de genitivus. En je begrijpt wat er aan de hand is. Wieuw, 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 daar gaat de sirene naast mijn hoofd. Het is een genitivus absolutus. Ik ga even proberen om al die dingetjes weg te halen. Ja, dat lukt. Met andere woorden, dit is een genitivus absolutus. En ik vertaal dat hele stukje in één bijzin. Ik begin met nadat, want het participium is van de aoristus. Nadat er tijd was verlopen, oftewel in normaal Nederlands, na verloop van tijd. Hekke, van hekko komen, kwam hij in het imperfectum, pros, bij, ten, die. Nou, het betekent niet die, het is het lidwoord in het vrouwelijk, en er ontbreekt iets. En er staat toe keporu, van de tuinder, en je begrijpt dat met ten dus bedoeld wordt die dochter. Welke dochter? Die ene van de tuinder. Dus, na verloop van tijd kwam hij bij die ene van de tuinder, kai, en hij erota, dat is het imperfectum van het prachtige werkwoord erota. Tao betekent vragen en erota, hij vroeg. En hij vroeg in het imperfectum overigens, want hier staat een epsilon als uitgang en hier een eta, omdat daar ook twee epsilons bij elkaar worden geharkt door het augment. Vandaar. En hij vroeg tauten, die, pos egoi, hoe, en dan egoi, dat is een optativus van het presens. En hij staat hier in de bijzin, het is hier een verplaatsingsoptativus, wordt die geloof ik in jullie boekje genoemd, die aangeeft dat er eerst een indirecte vraag kwam, maar omdat de persoonsvorm van de hoofdzin, waar die van afhankelijk is, in de verleden tijd staat, kun je die conjunctivus, die in de indirecte vraag staat, vervangen door een optativus. Dus en die vroeg hij pos egoi, letterlijk hoe zij het had, hoe zij had. Met andere woorden, hoe ze eraan toe was. Want het mooie werkwoord ego, geconstrueerd met een bijwoord, betekent er op een bepaalde manier aan toe zijn. Dat vroeg hij aan haar. En hij vroeg, en dan staat er hier eien, nog een keer zo'n optativus, dus die hoef ik nou niet meer uit te leggen. En hoe was, dat is enkelvoud, dat komt omdat het onderwerp ta pragmata
onzijdig meervoud is. En de, zaak, en de zaken waren. En Tini betekent letterlijk in wat. Met andere woorden, op welke manier. En op welke manier de zaken waren, autois, voor hen. Dus hoe het ermee stond. Tes de epouses, pantamen, autois, par einai, etc. Ik begin weer met een lidwoord tes. Het gaat dus blijkbaar weer over een vrouw, of een van die twee vrouwen. Die ene vrouw waar die bij terechtgekomen was, die van de tuinder, geloof ik. En epouses is wederom een participium. En wel een participium vrouwelijk, genitivus van de aoristus. Dus, dit is weer een genitivus absolutus en ik vertaal hem netjes in een nadat zin. Nadat zij had gezegd, dat komt er een ACI, dat panta par einai, dat alle dingen aanwezig waren, autois. En er staat hier men. En hier staat de, die twee corresponderen met elkaar. Soms kun je ze goed vertalen met weliswaar, puntje, puntje, maar. Dus toen zij had gezegd, nadat ze had gezegd, dat alle dingen weliswaar voor hen aanwezig waren, maar dat ze, maar de, dat ze eugestai, dat ze baden, tois theois, tot de goden, en degene die er baden, dat zijn dezelfde, die zijn aan te vullen uit de rest van de zin, namelijk zij, dat ze baden tot de goden. En wat baden ze dan? Waarom smeekten ze hen toetel? Dit ene, hen is het onzijdig van hijs 1, namelijk hoppo's, dat, en na het woord hoppo's komt altijd een conjunctivus en voilà, genetai is een conjunctivus. Dat er geimoon, dat er winter werd, dat het winter werd, kai ombros en regen. Waarom dan? Hina, opdat, talagana, de groente, dat is onzijdig meervoud. Na hina komt overigens ook een conjunctivus en arduitei is conjunctivus. Conjunctivus van de aoristus, passief, derde enkelvoud. Ja, en dan dus de conjunctivus. Dus dat is hem. En arduo betekent bevochtigen. Dus opdat de groenten werden bevochtigd. De groente is onzijdig meervoud, vandaar dat de persoonsvorm ook enkelvoud is. Hè, want dat is de regel bij die vormen. Goed. Dus ze zei, ik hoop dat binnenkort gaat regenen, want dan krijgen de plantjes water. Dat is wat ze ongeveer zei. Met upolu, na upolu, niet veel, oftewel na korte tijd, parigeneto, dook hij op, kwam hij terecht, kai, ook, pros, bij, ten, en hier dezelfde constructie, tu kerameos, van de pottenbakker, dat zegt iets over ten, dus de vrouw van de pottenbakker. Na niet veel tijd kwam hij ook terecht bij de vrouw van de pottenbakker, kai, en hos autos, dus een bijwoord, op dezelfde manier, e puntaneto, imperfectum van puntanomai, informeren, en op dezelfde manier informeerde hij, pos, egoi, hoe ze eraan toe was, wederom egoi optativus, zo'n verplaatsingsoptativus, omdat er in de tegenwoordige tijd, als deze epuntanato tegenwoordig was geweest, had er een conjunctivus gestaan van een afhankelijke vraag. Dus dat vroeg hij ook aan haar. Teste tamen alla me en deistai eipuses. Eipuses, participium vrouwelijk in de genitivus. Van lego in de aoristus en tes, dat is weer die vrouw. We zitten weer in een genitivus absolutus. Het begint bijna te vervelen. Aoristus, dus ik begin maar nadat. Nadat zij had gezegd dat, of sorry, ze had gezegd en deistai, en deomai betekent nodig hebben. Nadat ze had gezegd nodig te hebben, niet ta alla, de rest men, weliswaar. Maar nadat ze had gezegd de eugestai te bidden om toetomonon, alleen maar dit, namelijk hoppo's, dat er aitria lampra, een hemel lampra, helder, dat er heldere hemel, epimeinei, bleef, en lampros helios, en stralende zon, en epimeinei, die vorm, die heb je nog niet gehad, maar dit is een aoristus vorm van het werkwoord epimeno, blijven. En omdat er hoppo's staat in, aan het begin van de bijzin als voegwoord, staat dit woord ook in de conjunctivus. Dus dat ze alleen maar daarom bad, eigenlijk letterlijk dat het de hele tijd maar mooi weer zou blijven. En dan komt nu op de volgende slide de rest van de zin. Hina, met het doel dat, xerantei hokeramos. Hokeramos is natuurlijk het onderwerp, het staat in de nominatives, het aardewerk. En xerantei, dat is een aoristus, passief. En die betekent in dit geval zoiets als droge
droog worden of eventueel droog gemaakt worden, dat kan ook. Dus opdat het aardewerk Xerantei droog werd gemaakt in de passieve aoristus, met een cognitivus vanwege Hina. Toen Eipe, toen zei hij pros auten tegen haar, Ean. Ean is de samenstelling van, of de samentrekking van ei plus an. Als. Nou, omdat er staat dus an in de zin, dat is goed om even te weten. Epizertijs, dat teken je hier, dat moet daar niet staan. Gewoon epizertijs, moet alleen maar een, volgens mij alleen maar een perispomenon zijn. Dus als jij zoekt. En wel, uidian, mooi weer. Als jij zoekt naar mooi weer, als jij vraagt om mooi weer. En dat ei, dat geeft een alszin aan, en, of dat betekent als, hè, en dan staat er an met een cognitivus. Dan heb je twee mogelijkheden, ofwel futuralis, ofwel generalis iterativus. In de hoofdzin zie ik, als ik verder even kijk, hier een sun uixomai, dat is een futurumvorm, dus ik ga er maar vanuit dat in de bijzin ook een futurum staat. Dus als jij zoekt naar uidian, naar een mooie dag, naar mooi weer, en her de adelphe, maar je zus soe van jou, maar jouw zus, geimona, storm, ik zei net winter, maar ik bedoelde storm, excuses, potterai, welke humoon van jullie, en potterai is vrouwelijk, datief is enkelvoud, en sun uixomai betekent bidden voor. Dus voor welke van jullie zal ik dan bidden? Of misschien in beter Nederlands, voor welk van jullie moet ik dan bidden? Het futurum in het Grieks kun je heel vaak weergeven met een modaal hulpwerkwoord als moeten, kunnen, mogen, etc. Dus die vader zegt, ja, dan weet ik het niet meer, voor wie moet ik nou bidden? Hutos, op deze manier, hoi, en tautoi tois anomoiois prakmazin epigeiruntes, hoi is het lidwoord in de nominatieve meervoud, congrueert met epigeiruntes, de proberenden, oftewel de mensen die proberen. Dat is een zelfstandig gebruikt participium. En tautoi betekent op hetzelfde moment. En pragmasin, epigeirio, betekent uitproberen, dus iets proberen te doen. En wat je doet, dat staat blijkbaar in de datives, namelijk pragmasin. Zo, de mensen die op hetzelfde moment uitproberen de zaken die anhomoios, die ongelijk zijn. Mensen die die op hetzelfde moment uitproberen, die eikeltoos, natuurlijk, ptajusin, die gaan op hun muil, die slagen niet, peri, in het geval van tahekatera, in elk van beide gevallen. Met andere woorden, mensen die twee volstrekt tegenovergestelde dingen op hetzelfde moment proberen, die slagen in geen van beide dingen, dat gaat niet lukken. Einde van deze fabel. En sorry dat het filmpje wat lang is.